moet je koken, daar hoor je geen auto op te laten rijden. Dat is iets wat je heel vaak hoort, maar het is natuurlijk alles behalve nieuw, hè? Een auto laten rijden op gas, op LPG, dat kennen we al een poosje. Op aardgas, dat kennen we eigenlijk ook al wel een tijdje. Deze Audi A3 G-tron, die draait op aardgas. En hoe komt het dan dat dat nu zo'n vlucht krijgt? Dat komt natuurlijk doordat we zoeken naar een lagere CO2-uitstoot. En een auto die op aardgas rijdt, die rijdt ook op groen gas. En groen gas wordt verkregen uit iets wat heeft geleefd. Slib, mais, gras wat via een koe veranderd is in poep. Daar kunnen we allemaal groen gas uithalen. En dat groene gas, dat heeft ooit, toen het dus in leven was, CO2 uit de lucht gehaald. Nu stoppen we het in deze auto. We verbranden het en dan komt de CO2 vrij. Maar doordat er ooit CO2 uit de lucht is gehaald, met eigenlijk die brandstof, kun je dat met elkaar verrekenen. En kom je aan een ultralage CO2-uitstoot. En daar moet je dan ook weer een berekening op loslaten. Maar uiteindelijk kom je uit op een CO2-uitstoot voor deze Audi met DSG van 88 gram. Leuk, 88 gram. Inderdaad, heel leuk. Voor Audi namelijk, want dat is precies voldoende om hem, daar is hij weer, in die 14% bijtelling categorie te laten vallen. Er zijn ongeveer 125 aardgas tankstations waar je je auto, je CNG-auto, kunt vullen. In Noord-Nederland komt er alleen maar groen gas uit. In het zuidelijk deel van Nederland is het deels groen, deels aardgas. Wordt gewoon door elkaar heen gemengd. Dat is allemaal niet zo spannend. Maar je krijgt fiscale voordelen op het feit dat je auto op groen gas loopt. Wat nou, als je dus ergens tankt waar het niet heel erg groen is? Dan hebben ze bij POM wat op bedacht, certificaten. Ik ga je niet vermoeien met hoe dat helemaal werkt. Je hebt er als consument, als eigenaar of als berijder van een A3 G-tron ook niks mee te maken. Dat is allemaal van tevoren geregeld door de importeur, die certificaten. En de enige reden waarom ze dat hebben bedacht is natuurlijk als lobby-instrument. Want deze auto moest met deze CO2-uitstoot natuurlijk voldoen, ja, aan die fiscaal aantrekkelijke waardes. En ja, dat is dus gelukt. Het zit namelijk ook zo, je kunt hem ook op benzine rijden. Er zit gewoon een normale benzinetank in deze A3. En daar gooi je dan benzine in. Hier zit het benzinemetertje, daar zit de CNG-meter. Als die CNG-tanks, zijn er twee, als die leeg zijn, ja, dan gaat hij gewoon lekker verder op benzine. Daar merk je allemaal niks van. Maar goed, als je op benzine rijdt, dan heb je dus een officiële CO2-uitstoot van 115 gram. 115 gram, dat is niet voldoende, niet laag genoeg voor die 14% bijtelling categorie. Dus daar wringt de schoen een heel klein beetje. Datzelfde geldt voor plug-ins. Dat is ook waar. Als je een plug-in puur op zijn verbrandingsmotor rijdt, hè, dat is een hybride, maar je plugt hem niet in en je rijdt lekker op het motortje, op de verbrandingsmotor, ja, dan is de CO2-uitstoot ook niet overeenkomstig met de fiscale voordelen die je hebt. Daar gaat benzine in en dat is degene om aardgas of groengas, CNG dus, te tanken. En dan kun je geen LPG tanken, want dat is een andere aansluiting. Dan heeft deze auto twee tanks, twee cilinders waar dus dat CNG ingaat. Die cilinders zitten hier ongeveer, dus eigenlijk vlak achter het denkbeeldige achteras. Ze zijn niet van staal, ze zijn van een composiet gemaakt en daardoor 54 kilo in totaal lichter dan exemplaren van staal. Dan komt er ook een Seat Leon, Skoda Octavia en Volkswagen Golf op CNG. En die auto's krijgen waarschijnlijk wel stalen tanks. Die zullen dus zwaarder zijn, die tanks. Daardoor is het maar de vraag of ze in die 14% categorie komen. En dan kom je in totaal, als de CNG tank vol zit en de normale benzinetank vol zit, 1400 kilometer ver. Het is een beetje een rommeltje hier in die bagageruimte, maar de bagageruimte is identiek qua inhoud aan de bagageruimte van een S3 met quattro aandrijving. Nog wel een mooi verhaal. De energie die je uit groen gas haalt, dat verschilt nogal van de plek waar je het tankt. In Nederland is het anders dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk. En deze Audi A3, die weet wat voor soort groen gas die tankt en daar past die middels het motormanagement de turbodruk op aan. Dus als je groen gas tankt wat heel sterk is, heel veel energie heeft, zo moet je dat eigenlijk simpelweg zeggen, dan draait hij de turbodruk een heel klein beetje naar beneden, zodat, ja, de kracht die de motor levert constant hetzelfde is. Hoeveel? Nou, niet bijster veel. 110 pk. 200 Nm trekkracht. Dat is lekker. Je hoeft niet heel erg ver door te halen om toch flink vooruit te komen.
standaard dus gekoppeld aan die 7 traps DSG. Met een handbak kan ook, moet je nooit doen, want dan stoot hij officieel 92 gram uit. Dan valt hij er dus weer buiten, dus dan is hij helemaal niet interessant in Nederland. Maar die 110 pk, dat is wel een beetje mager. Zeker hier in Duitsland, waar je op die linkerbaan behoorlijk kan doorhalen, als je althans de juiste machine bij je hebt. Toch wel een beetje Hosanna verhaal aan het worden hoor. Afgezien van het feit dat hij niet echt lekker vooruit wil, is het natuurlijk voor 29.000 euro wel een mooie aanbieding. Je hebt altijd de Sportback koets, 5 deuren, altijd die 7 traps automaat. Ja, en dan rij je op benzine of op gas, maar in ieder geval betaal je motorrijtuigenbelasting over gas. En dat is minder dan bij een diesel. Je hebt een relatief lage brandstofkosten. En als je hem dan dit jaar bestelt, en dan moet je snel zijn, ik weet het, dit jaar is bijna voorbij. Maar als je hem dit jaar bestelt, dan heb je ook nog de voordelen van die MIA, Kia, VAMU belastingregels. Zijn er dan concurrenten? Toch wel, ja. Toch wel. En die zijn eigenlijk stuk voor stuk minder duur of voordeliger, hoe je het ook bekijkt. Lexus, die komt binnenkort met een ultrazuinige CT200, kost een paar duizend euro minder. En in eigen huis koop je in die 14% categorie ook een Octavia Station met een fijn dieseltje. Of een Seat Leon Station met hetzelfde fijne dieseltje. Dat zijn geen Audi's natuurlijk. Hè? En dat speelt voor heel veel mensen wel mee. Hè? Een Audi op de stoep. Die notabene rijdt op poep.